Het stijgerende paard van Ferrari is een van de meest iconische badges in de autowereld. En dit jaar viert het merk zijn 75ste verjaardag. Nu, ik ben zelf al van kleins af aan fan van toen dat de rode auto zat het eerste finishte in de Formule 1. Maar ook Autoworld Brussel is fan en heeft een expo georganiseerd om de geschiedenis van dat merk via 19 verschillende modellen te doorlopen. We gaan eens praten met conservator Leo van Horik om te zien welke pareltjes er precies in die collectie zitten. Dus Leo, we beginnen de expo bij de reeks van de 250's die hier op het podium staan. Maar het zijn allemaal 250's, maar toch zien ze er allemaal heel verschillend uit. Hoe komt dat? Ja, dus de 250 is gebouwd vanaf 1952 tot 1964. We hebben een overzichtje van wat er zo geweest is. We beginnen bij de 250 Boano, 1958. Dat model is ontworpen door Pininfarina, maar... En ging ook door Pininfarina worden gebouwd, maar Pininfarina had niet voldoende capaciteit. En er zijn 67 exemplaren gebouwd bij Boano, met een paar kleine verschillen. En dan hebben we hiernaast van 1960 een 250 Pininfarina Coupé. Ja. En het bijzondere aan deze auto is, de eerste eigenaar was de prins-regent Karel. En de auto is ook... Volgens zijn wensen gebouwd. Er zijn een paar kleine details. Ja. De auto is, hij is geweldig mooi gerestaureerd een paar jaar geleden. En werkelijk door alle toppers in Ferrari-land. Carrosserie, mechaniek, interieur. Allemaal de grootste namen in de restauratiewereld van Ferrari. En deze rode cabrio ziet er heel iconisch uit. Bekend, zou ik zeggen. Bekend, maar het, dus iedereen denkt het is een California Spider, maar dat is het niet. De officiële naam is Pininfarina Spider. Waarom is het geen California Spider? Het was oorspronkelijk een coupé van 1960 ook, die in 1964 door Pininfarina geherkarosseerd is. Maar omdat het later gebeurd is, mag hij niet California Spider eten. Ja, maar toch een heel knap exemplaar. Heel mooie auto, ja. Ja. Deze is iets specialer, zie ik. Ja, dat is een Tour de France, ook 1958. Tour de France, omdat Ferrari met dit model onder meer de Tour de France automobiel gewonnen heeft. En dit is het laatste exemplaar, ik geloof nummer 19, van het model Tour de France. En als laatste hebben we... En als laatste hebben we iets heel bijzonders. Een 250 Drogo. Drogo is een Italiaanse carrossier die verschillende Ferraris heeft gebouwd. Of omgebouwd, zal ik ook zeggen, in dit geval. Onder meer de fameuze Brad Van is van Drogo. Ja. Dit is een heel mooi model dat is gebouwd op vraag van ene meneer de Siebenthal. Die nadien er nog een andere neus op gezet heeft die geïnspireerd is op de neus van de fameuze 250 GTO, maar zonder de drie luchthappertjes. Ja, ik ging net zeggen, het lijkt een beetje op een competitiewagen. Ja, ja en met die streep... Il a de la gueule, zeggen ze in het Frans. Nu, de 250 was een beetje het eerste serieproductiemodel van Ferrari, het eerste populaire model. Het eerste populaire model, inderdaad. Ja. Werd dan later opgevolgd door de 275, waarvan we ook een exemplaar hebben. Een zeer mooie LWB, long wheelbase, met een aluminium carrosserie. Ja. En dan gaat het verder naar de 365-reeks. Dan zijn we al in de jaren 70 aanbeland. En ook hier nog altijd 365, de cilinderinhoud... per cilinder. Ja. Dus maal 12 is 4,4 liter ongeveer. Ja, dat is een naamgeving die ze lang hebben aangehouden. Dat is een naamgeving die ze lang hebben aangehouden, inderdaad. En dat was nog begrijpelijk, want nu is het een beetje moeilijker geworden. Dus we hebben hier een heel bijzondere 375 GTS. Een cabrio-variant. Een cabrio-variant. Een fabrieksauto, want er zijn ook wel heel wat... Daytona's achteraf omgebouwd. Omgebouwd. Ja.
Maar dit is een origineel exemplaar. Een van de 25 die volgens Europese specificaties is gebouwd. Heel originele auto trouwens. Concours winnaar, nooit gerestaureerd. Hij heeft alleen een nieuw laagje verf gekregen. Ja. En daarnaast hebben we een heel bijzondere Daytona. Die ziet er ongewoon uit. Ja. Dat is een auto die op maat is gemaakt voor de echtgenote van Luigi Cinetti. En Luigi Cinetti is de Ferrari-importeur voor de Verenigde Staten. Of was de Ferrari-importeur voor de Verenigde Staten. Die auto is in 1974 geleverd aan de echtgenote. En eigenlijk, je zou kunnen denken dat hij uit een album van Michel Vaillant komt, een auto. Ja. Door wie is die ombouw gebeurd? Door Michelotti. Zelf, ja. Ja. Michelotti. Okay. Dus het is een NART Spider, North American Racing Team. Er zijn er vier gebouwd, NART Spiders, maar ze waren alle vier verschillend. Ja. En daarnaast hebben we de 275, de 275 GT. Die opvolger, hè? De voorloper van de Daytona. Ja. De eerste Ferrari met een transaxle, dus met een versnellingsbak op de achterbrug voor een betere gewichtsverdeling. En ook al met onafhankelijke achtervering, want ervoor hadden ze dat niet. Deze is een aluminium exemplaar. Heel mooie auto. Ja. Nu, naast al die prachtige klassiekers, is er ook iets moderners in de expo van 75 jaar Ferrari? Uiteraard, ja. Dat moet, hè. De mensen vragen ook moderne auto's. Ze willen niet alleen oude auto's. Dus als voorbeeld van een moderne auto hebben we deze Monza SP2. Een auto van 2019, geloof ik. Ja, ook een heel gelimiteerde. Er zijn 499 exemplaren gebouwd. Een deel met twee plaatsen, zoals deze. En een deel met slechts één plaats. En klein detail, dus ja, die auto's zijn op maat gebouwd eigenlijk. Deze is in de kleuren van de Écurie Francorchamps met de gele streep. Ja. Nu, naast de SP2 Monza zien we de F40, maar daarnaast staat er toch nog een klassieker waar ik toch nog eens van dichterbij naar zou willen kijken. Ja. Dus daar hebben we een speciaal exemplaar, hè? Ja, daar hebben we dus een Dino. Dus Ferrari wou niet dat de V6'en, dus ze hadden op een gegeven moment een V6 ontwikkeld voor competitiedoeleinden. Maar Enzo Ferrari wou niet dat de kleine motoren Ferrari, de Ferrari-naam droegen en daarom heeft hij de naam gegeven van zijn overleden zoon Dino. Dus dat is een V6, 2 liter. Maar het bijzondere is, de eerste eigenaar van een auto was niemand minder dan Slowhand. Eric Clapton, de fameuze gitarist. Ja, iemand die ook nog heel veel andere Ferraris in zijn verzameling heeft gehad. Hè. Dat weet ik niet. Ik weet het alleen van deze. Ja, ik weet dat hij later nog een speciale SP. Ja, dat is juist, inderdaad. Hij heeft toch één op maat laten maken. Klopt, ja, inderdaad. Voilà. Al dus deze prachtige Ferraris zie je in de 75 Years Ferrari Expo in Auto World. Die loopt vanaf 23 september tot 4 december. December, klopt, ja. Ja, dus ook in de herfstvakantie kan je hier met de kinderen komen. Genieten van al het prachtige metaal dat hier staat. Niet enkel van Ferrari, maar natuurlijk de hele collectie van Auto World. Die hier zo goed als permanent staat. Dus we hebben 18 Ferraris. 18 Ferraris in totaal. Ja. Dat lijkt mij heel knap zo'n exclusief merk. Ja. Dus ik zou zeggen, kom zeker af naar Auto World in Brussel, in het Jubelpark. Je zal er zeker van genieten van alle iconische Ferraris die hier staan. En tot dan. Tot ziens. Dag.